Dat boek is voor ons aanleiding geweest om hier in deze ruimte een wisselexpositie rond dat thema Nieuwe Biesbos te organiseren. De Nieuwe Biesbos is een ode aan het landschap van nu. De Biesbos is onwijs veranderd. Eeuwenlang is de mens hier aan het werk geweest. En nu zijn we op het moment aangekomen dat de natuur haar gang mag gaan en de rivier op sommige stukken weer de ruimte heeft gekregen. Maar ik ben eigenlijk best wel trots op dat wij als KNVFG ook een aantal hele jonge acteurs hebben. We maken straks een wandeling over een laarspad. Vrees niet, ik heb ook mijn nieuwe gympaan, dus dat gaat echt met droge voeten goed komen. Naar een mooie plek waar ik graag kom tijdens excursies in mijn vrije tijd. Want ja, mijn liefde voor de Biesbos stopt niet op het moment dat mijn boswachterspak in de kast komt te hangen. Polderhardehoek, in 2008 aangetakt op de rivier de Nieuwe Merwede die hierachter ligt. Een gebied van bijna 600 hectare voormalig polderland. Wat is aangewezen voor ruimte voor de rivier om voor meer doorstroming te zorgen. En wat ontstaan is, is eigenlijk een heel inspirerend, boeiend landschap. Het komt ook een aantal keren in het boek voorbij. Verdronken bomen, wat nu de boomskeletten zijn waar visarend, zeearend, slechtvalk dagelijks in zitten te rusten. En zonder dat we aan het varen zijn, zijn we opeens op een prachtige plek in de Biesbos. Ook echt tekenend voor het nieuwe Biesboslandschap. 3 kilometer hier vandaan ligt het uitpuilende zuidvleugel van de Randstad. En hier is toch gekozen voor een oplossing, een combinatie tussen natuur, waterveiligheid en het feit dat we vandaag met een beetje te veel, maar normaal gesproken loop je hier nog best wel alleen, kan genieten van een fantastisch landschap. De Nieuwe Biesbos, we zijn een tijd terug bij de eerste zeearend bezig kijken toen in de Brabantse Biesbos. Super goed om jou ook hier te zien. Toen wij hier op pad waren in 2008 waren we de jongste en de oudste boswachter van Nederland. Ja, ik ben heel blij met het boek, want dit heb ik niet zoveel van meegemaakt, uit de verte natuurlijk. En nu, kijken. Nou, je bent er stil van. Fantastisch, Thomas, bedankt. Ja, het beste. Hoi.